Goedemorgen, het is maandag. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is bijna 10 uur. We lopen even naar het consultatiebureau, hier lijkt Jenning. Die heeft weer de controle. Verdi is niet mee, want die is ziek. We willen natuurlijk niet alle kindjes daar aanstoken. Dus ik film even weer met mijn iPhone. Omdat dat ding kapot is. Maar ik moet eigenlijk een beetje haasten. Heb ik het gevoel, is niet zo, maar gewoon. We gaan nu naar het consultatiebureau. Ik ben weer thuis. Ik ben aan het eten. Ilale heeft 2 prikjes gehad in haar arm. Vet zielig. Ze ging echt zo hard huilen. En ze had eerst eentje in haar rechterarm. Die deed echt pijn. En toen zei die linkerarm, zei het vrouwtje van, deze gaat echt pijn doen. En daar kan ze ook goed ziek van worden. Dus aan de ene kan ze deze week ziek worden. En de andere kan ze vanaf volgende week pas ziek worden. Dus heel fijn zo met feestdagen. Maar ik ben zo moe. Toen ik gezegd vet vroeg ben gaan slapen. Dus ik ga even mijn eten opeten. Dan ga ik denk ik ook maar even een half uurtje liggen. En dan even alles opruimen. De was, de afwas, dat soort dingen. Ik ben echt heel moe. Ik heb lekker 2 croissantjes. Zo lekker. Ik durf het bijna niet te laten zien, maar we eten patat. En het is 10:30. S'avonds in de nacht. En ik heb ovenfrietjes met... Waar is het? Oh, daar, mayo en curry. Ik voel me echt zo slecht nu ik die patat heb gegeten, maar het was zo lekker. Oh, kijk dan hoe ik eruit zie. Ik was net mijn haar aan het vlechten in het donker, want ik zat me te vervelen. Ik ga slapen. Het is 1 uur, echt. Ik zie jullie morgen. Morgen, het is dinsdag. Waar ga jij heen? Waar ga jij heen? Kom hier, kom hier. Oh, ik zie er echt niet uit. Ik heb net even een dutje gedaan. Het is bijna 12 uur. Ilale was vanochtend zo moe. Dus om 10 uur ging ze slapen. En Freddy werd toen wakker, want die is nog niet helemaal lekker. Zei, die ga ook slapen. Ik zeg, nee. Dan voel ik me echt doelloos. Zonde van mijn dag. Zei, die ga nou liggen. Hoe ligt het in bed? Oh, lekker. Ben ik gaan liggen. En toen werd ik om 11:30 wakker. Dus ik ben even mosterdsoepje aan het maken. Nu zo klaar. Het is echt rot weer vandaag, mensen. Dus daar ben ik echt van. Ik ga even een koffietje drinken. Normaal doen wij Ilale om 8 uur op bed. Omdat ze dan pas moe is. Maar nu gaat ze, zeg maar, zit ze in zo'n fase dat ze van 2 slaapjes naar 1 slaapje gaat. En dan heeft ze 1 slaapje gehad en ging ze om 7:15 op bed. Score! Ik ben echt blij. Oh, sorry, ik heb mijn boek gelaten. Maar vet chill. Ik ga even een video editen. Ik heb mijn Macstash opgenomen. En ik ga ook even een kleine compilatie van een minuutje maken van mijn vlog. En dan op Instagram zetten. Dus ga daar even heen en kijk wat je ervan vindt. Qua kwaliteit en zo. Daar ben ik wel gewoon even oprecht benieuwd naar. Dus ik zoek hem opladen. Wil je goedemorgen zeggen? Goedemorgen. Het is woensdag. Het is 9:15. We zijn helemaal klaar. We zijn twinnings. We hebben allebei roze aan. Van Ilale is wel heel lichtroze. En allebei een spijkerbroekje. Dus we zijn vandaag twinnings. En jij hebt 2 staartjes. Nou, laat je staartjes zien. Ja, daar. Goed zo. En ik niet. Maar wij gaan zo naar Hoogzand. Ik ga nog even ontbijten. Heb jij al gedaan, hè, Snotty? Snotty, snotty, snotty. Snotty, snotty, snotty. Oké. High five als je ook zo'n rare moeder bent. Echt waar. Ik neem deze camera vandaag niet mee. Want Verdi gaat deze camera laten fixen. Weet je, die lens ding wat kapot was. Dus ik zal vandaag vloggen met mijn telefoon, hè. Oké, ik ga even eten voordat we weggaan. Kijk, ik wil even laten zien wat je aan het koken bent. Mijn vader is al vet lekker eten aan het maken. Oh, lekker kip. En lekker bloedworst. Ze gaan lekker eten. Mijn vader kan zo lekker koken. Echt waar. En we gaan ook nog bami maken. Mijn vader gaat bami maken, ik niet. En wat heb je nog meer? Lever, hè? Ja, open lever. Kijk maken. Deze. Oh, lekker. Dat is echt mijn lievelingseten. Kiplever. En kip natuurlijk. En Ilale en mijn broertje, die zijn hier. Hallo, zo donker. Ze waren muziek aan het maken. Kom, we gaan even koffie drinken. Ilale. Ik zet die lip aan. Nee! Jij kent ook drummen, sis? Ja, kan ik ook.
Echt waar. Van harte weg. Oh, het is al 9:50. Het is 9:50. Ik ben al thuis. Ik heb net gedoucht en alles. Ik ga 2 wasjes opvouwen. Ik heb echt nog 2 dikke bulten was. Die ik ook moet wassen. Maar ik ga 2 wasjes opvouwen. En dan ga ik nog even een planning maken. Want het is vandaag, wat voor datum is het? 14 of 15 december. Dus we zitten in de laatste 2 weken van het jaar. Dus ik moet nog even wat dingetjes plannen qua video's en blogpost. Want ik moet nu heel veel gaan werken. Dus dan heb ik niet echt super veel tijd om dat te doen. Maar dat ga ik eerst. Ik ga eerst even de was doen. Het is al zo laat. Ik dacht dat het veel vroeger was. Kom maar aan je weg. Goedemorgen. Het is donderdag. Het is 9:30. 's ochtends. Ik ging gisteren toch bezig met de was en mijn planning. En uit mijn planning bleek dat ik niet goed gepland had. Want ik moet 3 dagen werken, vandaag, morgen en overmorgen. Dan ben ik 1 dag vrij. Dat is de dag dat ik kerstcadeautjes nog moet halen. Heel goed, op het laatste moment. En daarna, hi! En daarna, ze staat daar te zwaaien. En daarna moet ik 6 dagen werken. En de eerstvolgende dag dat ik na die 6 dagen vrij ben, is de eerste kerstdag. Dus qua blog en video's kan ik niet zo super heel veel doen. Alleen nog eventueel een video doen in de avond. Dat was ik al wel van plan. Een soort van masker Q&A-achtig iets. Hi! Dus ja, dus mijn planning is een beetje shit. Dus ik heb qua kerst en zo heb ik niet echt... Moet dat? Ze speelt met de boksen, gek kind. Maar ja, so be it. Ik moet gewoon heel veel werken nu. Kan gebeuren. Ik zie er echt uit als een spook, maar ja, ik ga heel even nu nog wat foto's maken voor Instagram. Als dat lukt, als ik voor de bank kan kom. Hallo mensen, ik film met mijn iPhone. Het laatste wat jullie hadden gezien was donderdag. Het is nu al vrijdagavond zelfs. Kijk deze puist. Is het? Oh leuk. Voor vanavond ga je aan. Leuk. Maar ik had gisteren gewerkt en toen kwam ik thuis, ging ik expeditie kijken en ben ik gaan slapen. Dus dat was niet echt veel boeiend. En nu heb ik ook al gewerkt en nu ben ik bij mijn moeder thuis met mijn broertje. We zijn even aan het eten. Wauw. En ik heb lekker zalm met spinazie. Geen aardappel, want ik heb vet veel bitterballen gegeten. En we gaan straks naar Roeveveer. Ik heb echt wel zin in. Ja, ja. Eten lekker. Ja. Oké, ik ga ook even eten. Dus op de huid gebakken zalm. Zien, maar hij staat daar zo, daar ergens. Nou, het was leuk. We gaan naar de Domino's pizza halen. Wat vonden jullie van de show?
Super. Leuk, hè? Super, dat is wel. Ja, hoor. Kom. Je ziet helemaal niks. Super de duper. Super de duper. Mannen liegen tegen vrouwen. Ja, dus dat betekent dat alle mannen altijd liegen. Liegen. Gewoon liegen. Ze zijn gewoon liegbeesten. Leugenaars. Nee, liegbeesten past beter bij mannen. Ja, liegbeesten. Ja. Liegenbeest. Nee, hoe zeg je dat? Lieghonden. Liegenhonden. We hebben zo hard gelachen, mijn keel doet pijn. Maar we gaan nu even naar de domino's. Hallo, hallo. Het is zaterdagavond. Ik zie eruit als een spook. Ik, wacht even. Er ligt een tas hier. Vergeet. Huh? Wat is dit? Vergeet. Een ding. Nou, dat is geweldig wist. Wat is dit? Oh, doosjes. Oké, ik weet niet waar dit van is, maar... Oké, dus het verhaal. Ik heb al gewerkt. Ik heb honger, ik zie nootjes. Pindas. Dus, ik heb al gewerkt. Ik moest vet vroeg beginnen, dus daarom had ik niet gevlogd. Het was vreselijk druk. En ik had natuurlijk bij mijn moeder geslapen. Vanochtend dat we... naar het werk reden, hoorde wel iets in de auto. Dus blijkt dat die auto een beetje crooked was. Dus we waren aan het werk. Dus mijn moeder ging vanmiddag, net was ze naar die auto weer kijken. Mijn neef gebeld, die kwam. En mijn moeder ging naar buiten en ik kwam terug van... Oké, je moet nu weg, want hij kan je even naar huis brengen. En dan gaan wij weg om die auto te fixen. Maar vergeet je tas niet, zegt ze, want die ligt in mijn auto. Auto is open. Ik zei, ja, is goed. Dus ik loop naar de auto van mijn neef. Belt mijn vader. Dus ik neem op. Ik ga in die auto zitten. We rijden weg. Ik hang op. Ik met mijn neef eruit. Ik zeg, shit, die tas. Dus heel mijn tas met al mijn make-up en mijn gezichtsspullen en mijn lenzenvloeistof en mijn bril. Dat is het belangrijkste. Die ligt nog bij mijn moeder. Nou komt mijn moeder hier morgen wel naartoe. Maar ik heb mijn lenzen in. En ik heb ook geen nieuwe lenzen. Dus ik kan ook niet zonder lenzen zien. En ik heb mijn bril niet. Dus ja. Dus dat is het verhaal. Ferdy en Ilayla zijn in Delfzijl. Die hebben een verjaardag. En ik zit nu gedoucht en wel op de bank. En ik krijg een berichtje van thuisbezorgd. Ik ga zo even lekker eten. Ah, ik ga Netflix aanzetten, denk ik. Maar ja, het belangrijkste is, ik ben weer lekker thuis in mijn eigen huis. En ik heb eten besteld. En ik kan lekker chillen en in slaap vallen op de bank. En dat is zo fijn, in slaap vallen op de bank. En dan... Komt verder binnen met die lijnen. Ah, heerlijk. Ik kijk een kerstfilm. En deze is met Chris Brown. Echt zo leuk. Kijk, mijn eten is er. Als mijn moeder ziet dat ik dit zo op de bank heb, zegt ze, sis, dat doe je toch niet. Maar echt, sushi en Japanese dumplings. Goedemorgen, het is zondag. Gewoon met het ding naar boven. Ik ben met mijn moeder. En we gaan kerst inkopen doen. Hallo. Moeder ziet er niet uit. Hoezo niet? Misschien ja. Nou. Zo onverzorgd. Onverzorgd. Maar we gaan eens even kerstdingen kopen. Ik ben alweer terug van de stad. Het is al donker. Het was zo druk. Dit is echt de laatste keer dat ik de fout maak om op de laatste zondag vol kerst kerstcadeautjes te gaan halen. Echt waar. Het was heel druk. Ik moet nog één cadeautje halen voor mijn broertje. En dan ben ik klaar. Maar dan doe ik van de week wel even snel tussendoor naar het werk. Ik ben kebab aan het maken. En zo even lekker eten. En dan vanavond even lekker rustig hangen. Want nu ben ik niet zo moe meer als gisteren. Dus het gehang van gisteren was niet echt fijn. En dan morgen weer om 8 uur werken. Yeah. Gezondheid. Brrr, koud. Kijk. Brrr. Zeg dan, brrr, koud. Kijk. Buiten. Buiten. Kijk. Kijk. Waar is mama? Mama. Waar is mama? Is mama buiten? Nee, hè? Is mama koud? Brrr, koud. Is mama warm?
Nou, het is 10 uur en ik ga op bed, want mijn wekker gaat morgen om 6 uur. Dus ik kan jullie niet laten zien wat ik heb gekocht voor de kerstcadeautjes. Want anders zien de mensen dat voordat kerst is. En dat is ook niet de bedoeling. Dus ik ga slapen. Ik ben nog wel heel erg moe. Maar ja. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. Verder wil je ook nog even wat zeggen. Moet ik wat zeggen? Ik zei, wil je ook nog even wat zeggen? Dan moet je ja of nee zeggen. Chipje eten. We gaan lekker slapen. Ja. Dat was niet waar mijn kus geven, hè? Nee, jawel, echt wel. Ik ken je. Ja, ik heb niet meer op. Maar die laat ik morgen wel even zien, want er waren meer. En die zit in de tas. En die kan ik nou niet pakken. En dan ziet Freddy ook zijn eigen cadeautje. Dus ik ga slapen. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En ik zie je in de volgende vlog. Doei!